Vandaag laten we je graag zien hoe je met een decoupeerzaag in een perfecte bocht kunt zagen. Voor deze klus hebben we natuurlijk een decoupeerzaag nodig, maar ook een zaagje met een gezette tand. Doordat de tanden van een gezet zaagblad iets naar buiten staan, maakt de zaag een bredere snede dan de zaag zelf. Op deze manier heeft het zaagje de ruimte om een bocht te maken. Laat het zaagje het werk doen en duw de decoupeerzaag zachtjes vooruit. Een perfecte bocht zagen. Zo doe je dat.